heel veel moeten zoeken naar zijn plaatsje wel, ja. Hij was nogal verlegen op die leeftijd nog. En hij heeft moeten leren ermee omgaan van ik ben Yuki en ik sta hier ook. Things like that hebben als ik kind was wel ervoor gezorgd dat ik zeg maar een underdog feeling had. Maar then again ben ik super grateful voor, want daarom ben ik nu unstoppable. En denk ik altijd als iemand mij onderschat, ah, het is perfect, onderschat mij even goed. And then I'll show you, snap je?